We even twee dingetjes van 2019 aanhalen en wat onze ideeën voor dit jaar zijn. Dan hebben we nog een klein dingetje daar staan om gezamenlijk even in gesprek te komen. En dan zullen we verder de afsluiting doen. Westelijke Groene Long is een vereniging. De vereniging bestaat uit leden die wonen in de Westelijke Groene Long. De Westelijke Groene Long is een gebied die van de stad tot aan zeg maar, de snelweg fungeert. En de Almeloze A en de Wierdense Straat, dat is een beetje grofweg het gebied. En de Westelijke Groene Long die houdt zich bezig met het in stand houden van deze mooie groene omgeving. En daar zijn we wat dat betreft zuinig op. En dat proberen we te bewaken om dat zo te houden, zoals het nu is. En we moeten uiteraard waken dat uiteraard zijn boerenbedrijven niet meer zozeer aanwezig. Er is nog wel één melkveebedrijf hier in de Westelijke Groene Long aan deze kant van de kanaal waar we nu zijn. Dat proberen we te houden. Alleen de tijd zal het leren hoe het gaat. In het verleden is er een keer een ooievaarsnest geplaatst. Er zijn bankjes in de omgeving gezet bij bestaande wandelroutes. Vorig jaar is er ook nog iets met volghuisjes geweest waar we nog verder even aan de gang willen brengen. En we proberen het een en ander te organiseren waar buitenstaanders of mensen die aan de stadsrand wonen ook van genieten. Hoofdzakelijk zijn het alleen maar bewoners die in dit gebied wonen, die lid zijn en die meehelpen om de ideeën die hier zijn, om die te hebben en te houden. Volgezang is een project van de stichting Bellekhof, van de heer Egbert de Kater. En de Egbert de Kater heeft het landgoed Volgezang opgericht. Dat is een gebied van 10 hectare die op dit moment wordt ingevuld door bos en weiland. Daar is hij op dit moment mee gestart. Daar zijn jullie bij betrokken en jullie hebben heel goed meegekeken. Daar hebben we aardig wat tijd aan gespandeerd om in gesprekken ons zegje te doen en mee te helpen in ideeën van het landgoed. En jullie zijn er aardig goed uitgekomen? Ja hoor, ja, prima. Ja, we bestaan wat dat betreft meer dan 10 jaar en we hopen sowieso nog heel lang door te gaan.